We zijn dus aan het einde, maar ik kon even nog mee blij maken. Dus inderdaad, de Kasterleenaren die worden de pompoenpapeters genoemd. En dat is ontstaan in, en dan moet ik zien dat ik niet lieg, hè. Ergens in 1700 en zoveel, ja, het is allemaal 1700, maar ik heb precies dat blad niet meer. Tjuk zijn dat blad kwaad. Ah nee, in 1747. En dat was een zekere weduwe van de Kieboom. Die had een kozaan van Gins van het Turnhout, dat was een notabele. En ze had hij uitgenodigd naar Kasterlee om pompoenpap te eten. Want dat was hier een specialiteit. En zelfs de pastoor van toen, die zei... kom pompoenpap eten op onze kermessen. In Kastelfreet eten ze pompoenpap en de andere vreten bonen. Dat was hier een enorme honger. Dat was heel in Europa. En dat kwam door de aardappelziekte. Ja, ja. Want de aardappelen, dat waren de basisvoeding van de meeste mensen. En gelijk als in Ierland, de gemiddelde Ier, die at elke dag 5 tot 6 kilo patatten. En die pakte patatten met een stukje aan in, of patatten met wat spruitjes, of ik zeg maar iets. Voor papken. Hè. En dat was dus echt basisvoedsel. Maar in de jaren... Ah ja, dus we waren dus in 1845, werd er dus een besmette lading patatten aangevoerd in Oostende. En zo is dat hier zich in de streek beginnen gaan te verspreiden. En alle patatten gingen kapot. Op 10% na, zal ik zeggen, hier was dus echt hongersnood. En vooral in de steden, daar hadden de mensen echt honger. Hè? Want er waren ook broodrellen. Hè? Want je kon geen brood kopen, want het brood was uiteindelijk nog het enigste. En dat betaalde je een astronomisch bedrag voor een brood. Hè? En dan kwamen er dus opstanden en zo verder. Maar hier in de Kempen hadden we er geen last van. En zeker niet in Kasterlee. Want in de Kempen hadden ze meer gevarieerd eten. Hè? Ze hadden hier zo wat van alles op het veld staan. En dus die patat, meer of minder, dat was niet zo erg. En hier in Kasterlee zeker niet, want hier haalden ze dan pompoenpap. Dat was heel voedzaam en dat was heel goed te kweken. En je ziet een dag van vandaag, met die, al die pompoentoestanden hier, dat je soms gewoon pompoenen hebt. Hè. Dus en daarmee noemen ze hier de pompoenpapeters.